Het is vandaag de internationale dag van de verpleging. Deze dag wordt wereldwijd en ook in Suriname groots gevierd door verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers. In verband met deze dag bracht onze nieuwsdienst een bezoek aan het psychiatrisch centrum Suriname PCS, het Elsje Vink Sanigar College COFAP en het Diakonessenhuis. 12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale. Zij wordt internationaal gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. De Internationale Dag van de Verpleging staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van de zorg, maar ook het vergroten van de trots onder verpleegkundigen en verzorgenden wordt beoogd met deze dag. Het thema dit jaar is Nursing a Voice to Lead. Verpleegkundig directeur Herman Jinti merkt op dat ook binnen de psychiatrie verpleegkundigen een duidelijke stem moeten hebben. Ik denk dat er werk is voor ons om in de komende tijd, zeker in de komende 2 jaren waar het thema ons in zal leiden, denk ik dat we hoorbaarder moeten zijn wat betreft de bijdrage die verpleegkundigen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. We moeten de gemeenschap erbij betrekken. We zijn al op weg, maar meer nog de gemeenschap betrekken in het bereiken van de gezondheidsdoelen die wij als instelling hebben gesteld voor de mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. Het COFAP heeft in het kader van deze dag een discussiemoment gehouden voor studenten. De toekomstige verpleegkundigen en verzorgenden hebben over verschillende onderwerpen die dit beroep aangaan hun mening gegeven. Anshel Valerij Kumbangsila is zeer tevreden over deze speciale discussiedag. Een van de zaken die de studenten bijvoorbeeld hebben aangehaald is dat er structuren moeten zijn die op moeten komen ook voor de belangen van de verpleging. En waar ze eerst dachten dat dat stukje pas begint wanneer je gediplomeerd bent en je bij een vakbond aansluit, is vandaag wel het bewustzijn doorgedrongen dat ook de studentenraad die hier op COFAP is een stem is voor de studenten. We hebben eind van de maand herverkiezingen. En ik denk dat het studenten getriggerd heeft vandaag om zich ook verkiesbaar te stellen voor zo'n studentenraad. Anderzijds, een stukje kostenbewustzijn moet nu al ingebracht worden bij onze studentverpleegkundigen. Omdat zij ook stage lopen in de instellingen. Dus zij moeten ook meehelpen om zuinig te zijn en verantwoord om te gaan met de beschikbare middelen. Om u eerlijk te zeggen, het is vanaf het begin af aan geweest, hoor, toen ik klein was. En wilde ik graag in de medische zorg. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor dit beroep. En ik ben dus los van verpleegkundige ook praktijkbegeleider. Dat wil dus zeggen dat ik studenten begeleid op de werkvloer. Ja, u doet dit werk al een aantal jaar? Ja, vanaf mijn 18e. Ja, en wat zijn de ervaringen? Je hebt leuke ervaringen, je hebt natuurlijk minder leuke ervaringen, maar natuurlijk breng je de leuke ervaringen mee en uit de minder leuke ervaringen leer je. Leuke ervaringen zijn geboortes van kinderen natuurlijk. En als mensen lopen naar huis gaan en met hun baby's naar huis gaan en als de studenten slagen, na 2 tot 3 jaren studeren, dan dat is wel een hele leuke ervaring. Minder leuk? Minder leuk is natuurlijk wanneer ze niet levend van het ziekenhuis verlaten. Dat is dus Yolanda Harjo Pawiro, verpleegkundige van het Diakonessenhuis. En daarvoor zag u COFAP-directeur Anshel Valerij en Herman Jinti van het PCS. Onze nieuwsdienst sprak hen in verband met de Internationale Dag van de Verpleging, die vandaag groots is gevierd in ons land.